prestigetaxi uit Nieuwegein gooit het roer helemaal om. Directeur George Jansen laat zijn chauffeurs alleen nog maar in duurzame elektrische taxis rijden. Kijk, dit zijn ze, de elektrische taxis. Mooi hè? 6 green cabs staan er inmiddels op de parkeerplaats. En dat moeten er in de zomer ruim 40 zijn. Een enorme investering, maar volgens Jansen de moeite waard. Nou, een elektromotor, dat is een hele efficiënte motor. Veel efficiënter dan een brandstofmotor. Bestaat in feite eigenlijk maar uit één draaiend onderdeel. En die vergt gewoon weinig onderhoud. Hij bespaart op het onderhoud en benzine. Maar de techniek van elektrische auto's staat nog altijd in de kinderschoenen. De taxi houdt er na 150 kilometer mee op. En dan moet de batterij weer helemaal worden opgeladen. Lastig als je de hele dag op de weg zit. Inderdaad, als je de hele dag door ritten aan het rijden bent, dan moet er voldoende infrastructuur, laadinfrastructuur in Nederland zijn. En daar zijn we mee bezig met een aantal partijen om dat ook te creëren. Prestige heeft alvast een eigen laadstation op het terrein gezet. De hypermoderne snellader zorgt ervoor dat de auto's met een lege batterij snel weer op weg kunnen. Kijk, ik stop nu de slang erin. Dit is een snellaadsysteem. En hij gaat nu aan. Ik druk op start. En nu is hij binnen 20 minuten zit hij weer vol. Grotere auto's met sterkere batterijen zijn inmiddels besteld. Maar Jansen is nu al blij met zijn nieuwe wagenpark. Hij gaat er zelf ook veel in rijden. Je hoort helemaal niks. Het enige wat je hoort is eigenlijk de ruitenwissers, het signaaltje van het knipperlicht en de van. Heerlijk stil, hè? En dat ze klein zijn, ziet Jansen als een voordeel. Grote auto's die hebben natuurlijk een testosterongehalte van hier tot weet ik het. En dit is juist heel knuffelbaar. En ik denk juist dat je hiermee dus een hele nieuwe klantengroep aanspreekt. Voel je dat? Hij trekt heerlijk op. Hij doet absoluut niet onder voor een brandstofmotor.